van harte welkom bij deze ingelaste uitzending in verband met het nieuwe onderhandelaarsakkoord in Den Haag. Bij ons aan tafel voorganger en politiek commentator Kees van Velzen. Goedenavond, meneer Van Velzen. Goedenavond. Blij met het akkoord? Ja, ik ben blij met het akkoord. Want u mag nu weer 130 gaan rijden. Ik mag weer 130 gaan rijden. Ze hoeft niet meer naar Duitsland. Nee, nee, nee. Zo erg is het niet. Maar ik vind het fijn dat we er eindelijk uit zijn. Ja. Want ik denk dat velen met mij trouwens gedacht hadden, dit gaat hem echt niet worden. Mm. En ik denk, je had ooit de term leuke dingen voor linkse mensen. Ja. En ik hoop nu rechtvaardige dingen voor rechtse mensen. Dat eigenlijk we de kans krijgen om eens te zien, nou, wat ook partijen die duidelijke meerderheid hebben in het parlement, dat die dit kunnen gaan doen. En ik zie dat met spanning, maar ook met enige verwachting tegemoet. Ja, dus de nieuwe rechtse koers, zoals die aangekondigd is en ook uit het akkoord blijkt, die omarmt u? Omarm ik absoluut, omdat het heeft een beetje te maken met het feit, los van waar mijn persoonlijke politieke voorkeur ligt, dat ik merkte een bepaalde chagrijn eigenlijk wel in Nederland bij veel mensen. We zijn er een beetje klaar mee. Mm. We zouden wel eens wat andere geluiden willen horen dan toch het, noem het, gematigd of het linkse geluid wat je de afgelopen kabinetten vier van premier Rutte gehad heb, demissionair premier Rutte. En dat er nu duidelijk de politiek deze kant, of althans dat de kiezer deze kant gekozen heeft om de politiek daarvoor het mandaat te geven, dat vind ik heel bijzonder en dat vind ik boeiend om te zien hoe dat gaat lopen. Ja, de titel is Hoop, Lef en Trots van het nieuwe akkoord. Ja. Wat springt er voor u uit? Nou, het woord lef, omdat het een zuiver Hebreeuws woord is. Ja, ja. Het betekent namelijk je hart. Hè? En het lef, dat is heel leuk, heb het lef, wel of niet om iets te doen. Mm. Lef is hart. En dat het een zaak van het hart, van passie mag zijn, en dat er hele mooie dingen zouden mogen gebeuren. Ja. En welke punten uit het akkoord zegt u van, daar steek ik mijn duim voor op? Ik kan het niet laten om de expliciete steun aan Israël te noemen. Ja. Als het gegeven zoals dat wij verbonden zijn met dit land, dat we het bestaansrecht van Israël volledig erkennen en ook herkennen. Mm. Dat er sprake is van, vind ik heel bijzonder, het verlangen om de ambassade, de Nederlandse ambassade, terug te brengen naar Jeruzalem, de hoofdstad. En dat men ook ervoor kiest om juist in Nederland ten aanzien van onderwijs en mensen dat te willen meegeven op allerlei manieren, aandacht vraagt voor de Holocaust en de afschuwelijke Shoah. Ja. Omdat, dat spreekt mij des te meer aan, als ik dan bijvoorbeeld zie wat er gebeurde de afgelopen week, dat uit interne documenten notabene een groep zat in de UvA Amsterdam, waar notabene een burgemeester als een stinkdier werd weggezet, is onvoorstelbaar, maar dat ook Joodse mensen in Israël werd weggezet als kakkerlakken. Ja. Dat zijn termen, meneer Pasterkamp, die ons land absoluut niet moet hebben. Okay. En ik vind het heel betreurenswaardig dat gebeurt. Ja. Maar ik vind het hoopvol dat er nu een kabinet zou komen die zegt, einde daaraan, dat gaan we niet meer doen. Oké, dan gaan we straks even verder praten. Maar de PVV is een van de architecten van dit akkoord. Ja. Ook een partij die, nou ja, wel eens in het verleden, volgens de heer Wilders, groepen uitsloot, mensen op een rare manier bejegende, vreemdelingen het liefst buiten de grens hield. Kan zo'n partij regeren? Ik vond het opvallend dat wat de afgelopen maanden is gebleken, waarbij Geert Wilders toch ook vrij duidelijk de pers te woord stond, dat hij daar ook wel duidelijk in was, dat hij inderdaad water bij de wijn gedaan had. En weliswaar aan de ene kant zei, ik haal geen dingen terug, maar het zijn geen wezenlijke punten meer voor ons. Wij zijn bereid om daar te kijken van wat men wil. Wat wij vinden was zeg maar een gemeenschappelijke basis voor deze vier partijen. Dat vind ik heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Ik was trouwens nogal onaangenaam verrast door deze week te lezen van een persoon die daarover schreef, dat een beleidend christen, een navolger van de Heer Jezus Christus in leer en leven, niet PVV zou kunnen en mogen stemmen. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Wat wel gebeurd is bij de laatste verkiezingen. Dat kun je heel veel christenen wel zeggen, ja. En ik persoonlijk ken mensen die gestemd op PVV, die ik als waardevolle en geloofwaardige christenen zie. Maar dat geldt ook voor mensen die ik ken, die bijvoorbeeld D66 gestemd hebben. Ja. En ik heb er bezwaar tegen, want we hebben het wel over een parlementaire democratie, om elkaar op dit punt als christen de maat te nemen. Okay. En ik vind dat je daar het gesprek over met elkaar mag hebben. Zeker ook in kerken en gemeenten. Maar het is heel vaak een probleem. Van, maar ja, maar als je dat stemt, dan dan stopt het gesprek, ja. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Laten we blij zijn dat we die parlementaire democratie hebben. Ja. En dat we nu een kabinet hebben waarin ik heel benieuwd ben wat die gaan doen. Oké, okay, praten we zo over verder. Het onderhandelaarsakkoord van de vier partijen is voor veel mensen positief of negatief?
Sommigen vinden het allebei positief en negatief. We hebben nu contact met Joël Voordewind. Hij is oud Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en directeur van Tot Heil des Volks. Goedenavond, meneer Voordewind. Goedenavond. Ja, eerst even, bent u blij dat er een akkoord ligt? Ja, na een half jaar mag je dat wel wensen, want het land moet wel weer verder. De economie moet verder, maar ook er was altijd onzekerheid over wat voor effect dit wat rechtsere kabinet nu zou hebben op de meest kwetsbaren. Ja. Dat waren ook de zorgen die wij hebben hier bij Tot Heil des Volks. Het is goed dat er nu eindelijk een akkoord ligt. Dan weten we waar we aan toe zijn de komende jaren en dan kunnen we daar natuurlijk ook weer op reageren. Oké, wat springt er voor u in positieve zin uit? Ja, het is altijd goed met positief nieuws beginnen. Nou, ja. Wat voor ons als Tot Heil des Volks er wel uitspringt, is de verhoging van de leeftijd voor prostituees. Die gaat van 18 naar 21, nog te laag. Liefst zien wij natuurlijk dat mensen uitstappen uit de prostitutie, als het gaat om de gedwongen prostitutie natuurlijk. Ja. Maar het is wel een stap de goede richting op. Verder vinden we het belangrijk dat het christelijk onderwijs blijft bestaan, niet wordt aangetast, artikel 23 van de grondwet. En we vinden de radicale aanpak van de mensenhandel een belangrijke. En dat heeft natuurlijk ook weer met de vrouwenhandel hier in Amsterdam, waar ik nu zit, te maken. Dus er zitten een aantal stevige punten in waar we blij van worden, maar natuurlijk ook zorgen. Ja, want op X, het voormalige Twitter, zegt u als directeur van Tot Heil des Volks uw grote zorgen te maken. Waar gaat het dan om? Ja, er waren natuurlijk moties in de Kamer eerder aangenomen om het minimumloon iets te verhogen. Nou, die maatregel zien we nu weer teruggedraaid. Hè? Dus het minimumloon wordt niet verhoogd. We zien nu ook al in de inlopen van onze dakloze centra in Amsterdam dat er ook veel economische daklozen nu binnenstromen. Dus mensen die zelfs een baan hebben, wel is het een kleine baan, maar toch niet rond kunnen komen. Ik sprak nog gisteren een man die heeft de Wageningense Universiteit gemaakt, maar komt toch bij onze maaltijd nuttigen. Dus die krijgt de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Mm-hmm. Nou, verder is natuurlijk ook een zorg het strengere asielbeleid wat er aankomt. Je kan alles vinden van de toestroom naar Nederland, naar Europa. Daar moeten we ook een betere controle op krijgen. Maar om de spreidingswet nou niet door te voeren, terwijl die door beide kamers is aangenomen, om tot een eerlijke verdeling in Nederland te komen. Ja, en plus nog eens een keer de niet doorstromen van de statushouders, de erkende vluchtelingen. Wij gaan zien dat er heel veel mensen dus opgehoopt raken in die AZC's. Dat mensen op straat komen en dat we ze hier ook weer terugzien in de inlopen. We vangen al asielzoekers op hier in Amsterdam, maar dat zullen er ongetwijfeld met deze strenge maatregelen meer gaan worden. Oké, dus tot slot zeg maar de nadelige gevolgen, daarvan zegt u, die gaan wij letterlijk hier op straat in Amsterdam, waar u zit, meemaken. Ja, dat vrezen wij wel. Hè. Als je dus het minimumloon niet verhoogt, er komt nog eens een korting op het gemeentefonds van 10%. Ja. Dat betekent dat de voorzieningen die de gemeentes ook zelf krijgen van het Rijk voor de opvang van de meest kwetsbaren, denk ook aan verslaafden, aan preventie. Ja, daar zal noodgewongen vanuit het Rijk dan door de gemeentes op worden bezuinigd. En dat zullen we hier terugzien op straat. En dat zullen we terugzien in onze preventieprogramma's die wij ook op scholen doen. Om jongens en meisjes voor te lichten als het gaat om drugs. Ja. Gevaren van loverboys. De gevaren van het niet doorleren en dakloos kunnen worden. Duidelijk. Dank voor deze toelichting. Joël Voordewind van Tot Heil des Volks. Terug naar onze gast aan tafel, Kees van Velzen. Ja, de onderkant van de samenleving, zegt hij eigenlijk, die is er de dupe van. Ja, dat is wat hij zegt en hij weet daarvan. Hij is van de Stichting Tot Heil des Volks, hij is directeur. Ik vraag me werkelijk af aan de andere kant of dit inderdaad ook zo gaat gebeuren. Mm. Omdat ik ook zie, dat is ook al vaker van de PVV gezegd, dat ze eigenlijk meer een links-sociaal beleid hebben dan dat je dat rechts zou kunnen noemen. En ik vraag me af, er was ook bij de politie waren wat opmerkingen van ja, hoe gaat dat met verwarde personen? Die maakten zich er wat zorgen over. Ja. Hoe gaat dat dan precies lopen? En dat er meer blauw op straat zou moeten komen. Tegelijkertijd geloof ik dat juist de toch redelijk ongelimiteerde instroom, we hebben het eerder met elkaar ooit besproken, dat vergeleken met andere landen, waaronder België en Denemarken, wij dubbel zoveel mensen toelaten. En ik geloof dat juist daar het probleem in zit. En ik heb er wel enig vertrouwen in dat men minstens twee dingen heeft gezegd. We willen die instroom, die toestroom echt beperken en kijken wat zijn nou de echte gevallen die we echt moeten binnenlaten. En aan de andere kant dat men ook zegt van ja, maar de mensen die kansloos zijn, die afgewezen zijn, die moeten we ook, en daar moeten we versterkt op inzetten, die moeten ook teruggaan. Zodat ik werkelijk hoop dat die toestroom, dat die inderdaad zal blijven, uiteraard niet
niemand die daar, geloof ik, op tegen kan zijn en zou moeten zijn, dat er werkelijk mensen die in nood zijn hier terecht kunnen komen, maar niet de aantallen die er nu gaan komen. Dat je dus meer een selectie maakt en mensen die hier horen echt opvangt. Waardoor die druk, waar Joel denk ik terecht over spreekt overigens, zou kunnen afnemen. Dat zou ik van harte hopen. Ja, u stipte net al aan Israël, het nadrukkelijk opgenomen in dit akkoord. Ja. Waaronder de verplaatsing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja. Is dat nou zo belangrijk? Ja, ik vind het buitengewoon belangrijk. Ja? Omdat, kijk, ook als christen, dat je weet van... wij zijn nog niet zo lang natuurlijk... We zijn nu vlak voor Pinksteren. Mm-hmm. En we zijn kort na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Waar natuurlijk staat dat hij ging naar de hemel. Hij voer ten hemel en wolk ontrok hem aan hun ogen vanaf de Olijfberg. Ja. Waarbij die twee personen die dan staan bij die mannen die omhoog staan te kijken, die twee engelen kennelijk, die zeggen, waarom kijk je naar omhoog? Deze Jezus die van u is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien varen. En dan vermeldt Lucas de arts, die de feiten allemaal na is gegaan, die zegt, op de Olijfberg, die in Sabbatsreis dus vlakbij Jeruzalem ligt, het beeld wat wij nu zien, is trouwens vanaf die Olijfberg, het Kidrondal. Dus dat ligt vlak bij elkaar. Het is de stad van de grote koning. Dus het voor christenen een prachtige plek, een plek van belofte. Ja, absoluut. Ja. En Tel Aviv betekent letterlijk lenteheuvel. Nou, prima die lenteheuvel, maar het gaat uiteindelijk om de berg Sion. Ja. En daar vind ik het dus van het grootste belang dat die keuze gemaakt wordt. Die zal ik u eerlijk vertellen, die zag ik niet aankomen. Maar ik ben buitengewoon blij dat die keuze gemaakt is. Ja. Omdat het ook iets is wat ons land moet weten. Ja. Weet u, ik zei het al, ik ben er zo van overtuigd dat ook mensen misschien met naar hun idee goede bedoelingen, dat het zegenen van Israël is van het grootste belang voor, mag ik het een keertje zo zeggen, voor jezelf, maar ook voor ons land en volken. Ik zit hier een tekst te lezen, of ik heb hem voor me, Spreuken 14, dat gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natieën. En het zo, wat onder andere nu gebeurt in Israël, het volk zo bejegenen, vind ik echt een schandvlek. Ja. En nogmaals, dat vervloeken van Israël, dat betekent negatief overspreek, dat moet gestopt worden. Ja, tegelijk zien we een toenemend antisemitisme, ook in ons land, waar de regering mee worstelt, hoe daarmee om te gaan. Ja. Leest u daar ook iets over in het akkoord? Daar heb ik in die zin over gelezen. Het feit dus dat men zegt, wij willen de Holocaust, de Shoah, de vernietiging van het Joodse volk, die 9 miljoen van de Tweede Wereldoorlog, waaronder dus 1,5 miljoen kinderen, die 6 miljoen dus, die mensen die vermoord geworden zijn, dat iets is wat werkelijk in ons land moet worden ingebracht opnieuw. Mm. En de buitengewoon naargeestige situatie die we meemaakten met de dodenherdenking op de Dam, dat spreekt boekdelen. Als je dan ook verhalen hoort dat er vervolgens jongeren lopen te voetballen met kransen of die in het water gooien, dan is het van het grootste belang dat wij als Nederland ons profileren en niet zomaar, daar kun je toch niks aan doen, ze moeten het van huis uit meekrijgen, wat waar is, maar dat we ons ervoor inzetten om dat werkelijk onder de aandacht te brengen. En dat kan via het onderwijs? Dat kan via het onderwijs. Want ik weet al dat ook studenten, leerlingen zich kunnen verzetten daartegen. Ja. Maar je krijgt het wel mee en het doet wel degelijk iets met je. Ja, u heeft de Bijbel opengeslagen voor u liggen. Als u dit akkoord en de mate waarin er over Israël gesproken wordt en de zaken die u net geschetst heeft, als u dat beziet vanuit het perspectief van de Bijbel, wat geeft ons dat dan aan? Een paar zaken. Dat allereerst, je komt in de Bijbel, je komt niet keuzes tegen, voor of tegen een regering. Dat is opvallend afwezig. De enige keer dat de Heer Jezus zegt, spreekt hij over Herodes. Dan zegt hij, zeg tegen die vossen. Ja, want het was niet bepaald een oprechte persoon natuurlijk, deze man. Dus je ziet wel dat de Heer Jezus zegt, van, hij geeft aan de keizer, hij heeft aan de Heere God wat van hem is, en geeft de keizer wat als keizer is. Maar heeft God wat van God wat van God is. Er wordt ook gesproken in de Bijbel over dat wij ons moeten onderwerpen aan de gezagsdragers die over ons gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Ja. Ik weet dat dit een tekst is die zeker ook voor de Tweede Wereldoorlog tot heel wat verwarring geleid heeft. Maar laten we in afval. Ja, want wat was toen het gezag?
Precies. Hè, was dat Zeiss Inquart of was dat koning Wilhelmina die in Londen was? En dat wij dus, en daarom ben ik zo erop tegen om ook als christenen te hoop lopen, zowel tegen het een als tegen het ander. Ja. Ons taak en roeping is, wat ik geloof dat de Heere God doet, dat hij delegeert dat gezag. Zo staat het eigenlijk ook, hè, want hij stelt dat in. Laten wij daar achter staan en er positief met elkaar over spreken en dat dragen in gebed. En dan kun je vanuit die positie wel degelijk inhoudelijke kritiek leveren. Dan kun je wel degelijk demonstreren. Maar dat doe je vanuit een houding van respect tegenover het gezag wat over ons gesteld is. Ja. Waar wij ook de vruchten van plukken, namelijk om een stil en gerust leven te mogen leiden in Gods recht en waarheid. En u citeert uit Romeinen 13, het hoofdstuk, ja. Ja. Migratie, ja, dat is toch het stokpaardje van de PVV. En het is dan ook niet verrassend dat dit onderwerp veel aandacht krijgt in het onderhandelaarsakkoord. Zo moet onder andere de spreidingswet worden ingetrokken. Welke gevolgen kan dit hebben voor bijvoorbeeld het opvangcentrum in Ter Apel? We hebben nu contact met John van Tilburg. Hij is directeur van INLIA. Goedenavond, meneer van Tilburg. Goedenavond. Fijn dat u met ons verbonden bent. Ja, het akkoord, u heeft het ongetwijfeld doorgenomen. Welke punten vallen u op? Nou, ik ben best wel verrast geweest door de keuzes die gemaakt zijn om een beleid te ontwikkelen wat die scheiding moet maken tussen echte vluchtelingen en mensen die niet echte bescherming nodig heeft. Ja. Maar dat die gekoppeld wordt aan een systeem waarvan ik toch stellig de overtuiging heb dat die niet altijd uitgevoerd zal kunnen worden. Hè? De opt-out optie. Voor bij de Europese Unie. Ja. Ja, dat vereist een unanimiteitsoordeel van 27 landen. En of je nou voor of tegen bent, het is iets wat op dit moment politiek niet erg reëel is, dat dat een haalbare kaart is om te spelen. Ja. Dus ik denk dat wat ik hier terugzie in de nota's die ik heb gelezen, dat er veel wenselijkheden in zitten, een aantal realistische opties, maar ook een aantal totaal niet haalbaar. Ja. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik had toch wel iets meer concreet verwacht dat meer de realiteit zou raken dan de wenselijkheid. Oké, ja. Een van de opmerkingen in het akkoord is dat de spreidingswet die pas aangenomen is door de Tweede en Eerste Kamer, we spraken er ook al over met Joël Voordewind, dat die weer van tafel gaat. Als dat gebeurt, wat zijn de gevolgen daar dan van? Nou, wij hebben in de afgelopen anderhalf jaar zo'n 120.000 overnachtingen voor het COA gerealiseerd met de kerken. Ja. Omdat ze gewoon plekje tekort hadden. Dat zal alleen maar dan toenemen. En wat wij willen gaan zien is dat gemeentes niet geroepen voelen om extra mensen of mensen überhaupt op te nemen. Mm-hmm. Wat ertoe gaat leiden dat het blijft zitten in Ter Apel. En niet alleen door het niet aannemen van de spreidingswet. Maar ook als je kijkt naar de huisvesting voorstellen die er nu liggen. Ja, dan kunnen mensen wel 5-6 jaar in een AZC verblijven. En dat vind ik wel heel jammer. Want ik vind dat als mensen hier komen die mogen blijven. Ja. Dan moeten ze ook zo snel mogelijk integreren. Dan moeten ze niet 5-6 jaar in een AZC verblijven. Maar die gezond voor die mensen is niet gezond voor onze samenleving. Nee, zo snel mogelijk duidelijkheid zegt u voor mensen die echt gevaar voor hun leven lopen. Precies. En die dan ook ruimhartig opvangen. Ja, en dan zorgen dat ze mee gaan doen, hè? Ja. Dus aan de kant zetten, ergens in een hoekje en ze daar laten zitten, dat gaat ons niet helpen en hen ook niet. Wij hebben er belang bij, en zeker ook op maatschappelijk vlak, op economisch vlak, dat die mensen gaan deelnemen, dat ze onderdeel worden van de samenleving, ons systeem begrijpen, die democratische rechtsstaat omarmen die we hebben, waar we trots op moeten zijn. Maar dan moeten ze wel deel kunnen nemen. Ja. Nou stipt u al aan, we zitten in Europees verband aan allerlei wetten en regelgeving vast. Daar wil Nederland onderuit komen. Maar u zegt dat is bijna onmogelijk, zo niet helemaal onmogelijk. Nou, die opt-out die in het voorstel staat, die is echt onmogelijk. Ja. Daarvan moeten alle 27 landen zeggen van nou, weet je, wij doen al het andere werk wel, maar Nederland hoeft daar niet aan mee te doen. Okay. Dat gaan ze nooit doen. Dat is gewoon uitgesloten. Nee, dus dat is meer iets voor de bühne dan dat het echt zou kunnen. Absoluut, dat is absoluut voor de bühne en dat is niet uitvoerbaar. En ik maak me wel zorgen over het feit dat heel veel maatregelen erop zien dat mensen snel buiten een opvang komen te staan. He, dus ik vind ook dat mensen terug moeten, dan moet je ze ook terugzetten, uitzetten als het moet.
maar niet op straat gaan zetten. Er zit maar iets te veel straat in de notitie. Okay. En daar word ik wel een beetje huiverig van. Want ik geloof namelijk niet dat de straat ooit een oplossing is. Het is altijd een onderdeel van het probleem. Ja. Dus daar ben ik een beetje huiverig mee. Okay. Dank voor deze toelichting, John van Tilburg van INLIA. En terug naar Kees van Velzen. Ja, in feite zegt hij hetzelfde als u. Van, de mensen die echt nodig hebben hier opvangen en de anderen terug naar hun eigen land. Ja, ja. Terwijl ik dan denk dat er nog wel degelijk, dat zeiden we al eerder, meer marge zit. Ook zelfs als je deze wet en regelgeving van de Europese Unie beschouwt als een wet van mede en persen, dat er nog altijd wel mogelijkheden in zitten. Ja. En dat dingen uit te onderhandelen zijn. Het viel mij bijvoorbeeld op dat mevrouw Ursula von der Leyen, dat hij dus eigenlijk met één... De baas van Europa. De baas van Europa, ja. Inderdaad. Dat hij met één toespraak vertelde dat het verhaal van meneer Timmermans, Frans van Timmermans, hè, zijn Green Deal, dat het eigenlijk over en uit was. Dus datgene wat Europa kennelijk het ene moment kan zeggen, zo gaat het gebeuren, een tijd later kan veranderen. Mm. Maar is dan die hele grip, sommige mensen zeggen we hebben een asielcrisis, ja. Is dan die hele grip op dat asielverhaal verloren? Nu? Naar mijn gevoel, en ik weet het, er zijn dramatische beelden. Als wij ons realiseren wat er gebeurt in die Middellandse Zee. Ja, we zien hier een bootje, mensen overboord. Daar verdronken zijn. Ja. Dat wat ook inmiddels gebeurt, dus het is toch niet zo'n enorme afstand tussen Frankrijk en Engeland. Ook daar komen mensen om. Wij moeten toch iets gaan doen. Die mensen mag je toch niet laten creperen. Ja. Maar vang ze op in de landen, hè, waar daar in de buurt. En wees daar ruimhartig in. In plaats van ze hierheen te halen. En ze. Ja, en dat vind ik echt een probleem. Maar laten we natuurlijk. Bedoel, dit onthouden van dat het zo belangrijk is om hier barmhartigheid in te betonen. Ja. Maar wel gegrond op een bepaalde realiteit. Ja. En die realiteit moet zijn, help, precies wat meneer Tilburg net zei. Hij staat daar, net als Joël Voordewind, met zijn voeten in de klei. Ja. Dat weten we, hè? Dus die mensen weten waar ze het over hebben. Ja. Maar laten we ons inderdaad dat realiseren, dat wij ook de echte mensen waar het voor nodig is, echt willen helpen. Okay. Tot slot wil ik nog even met u naar de poppetjes, want daar is het zoeken nu naar. Ja. Informateur van Zwol wordt formateur en gaat op zoek naar mensen. Ja. Wie wordt de nieuwe premier? Albert Dijkgraaf. Nou, kijk. Ja, nou, het kan hij. Misschien wordt hij het. Ja. Ik zou het wel mooi vinden eigenlijk. Ja. Ik vind tegelijkertijd Ronald Plasterk. Ik kwam hem nog een tijd geleden tegen in een winkel in Huizen waar hij met zijn zonen rondliep. Maar goed, ik heb hem niet aangesproken verder. Maar ja, hij is een bijzondere man, vind ik. Die in elk geval behoorlijk onafhankelijk zich heeft opgesteld ten aanzien van zijn partijlidmaatschap van de PvdA. Ja. Dus hij wordt natuurlijk wel genoemd. Maar waarom niet Albert Dijkgraaf? Nou, het is opvallend dat hij niet mee gaat doen met het zoeken naar mensen voor die ploeg. Ja. En dat alleen meneer Van Zwolder doet en hij eruit gestapt is, in feite. Ja, 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 dus u zegt van ja, dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Ik zou het heel mooi vinden. En dan kan ik hem aanspreken op Psalm 2. Vertel eens. Er staat, nu dan koningen, ik zou zeggen regeringsleiders, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dient de Heere met vrezen, verheugt u met huiver. Kust de zoon, opdat hij niet toornig worden en u onderweg omkomt. Dat vind ik, dat is bijna een metafoor voor hoe haal je inderdaad de 4 jaar? En ik geloof, van zoals de regeringsperiode in ons land duurt, en dan staat er, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En ik zou van harte willen dat dit slot van Psalm 2, dit kabinet, misschien Dijkgraaf, weten het niet, zou gaan sieren en dat iets wordt voor een vreugde in ons land. Nou, dat is een heel mooi om deze uitzending, deze extra uitzending over het akkoord wat vandaag in Den Haag gesloten is, mee te beëindigen. Dank, Kees van Velzen.